niet zo gauw. Het is zo, en dan is de stand op dit moment natuurlijk 2-1, is zeer teleurstellend. En je kan je nauwelijks voorstellen dat het geen 7-8-1 gaat worden als je afgaat op hetgeen wat de hoofdcoach van Ajax heeft gezegd. Als we naar die eigen goal kijken van Verlaat, ja. Zit Grim dan ook nog ergens in de fout? Nou, ik dacht het eerlijk gezegd niet. Ik ben volstrekt verrast wat hier Frank Verlaat doet. Als hij het ooit terugziet, want ook al zou Grim niet geroepen hebben, dan kop je de bal naast de goal. Dit is een... Ja, een wanhopig moment voor een zeer, zeer geroutineerde verdediger. Maar ik dacht te horen dat Grim... Ja, oké. Grim heeft geroepen naar mijn mening. Maar ook als hij niet geroepen heeft, dan moet hij de bal hoekschop koppen. Hè? Anders zit er niet op. Dus dit is een krankzinnig moment. Het was wel een mooie goal. Ik bedoel, als hij aan de goede kant erin was gegaan. Maar het mag eigenlijk op een ploeg als Ajax tegen deze tegenstander geen invloed hebben. Het heeft toch een beetje invloed gehad. Ja. Het duurde toch vrij lang voordat ze echt goed terugkwamen. Goed. Ze kwamen terug, maar niet goed over de vleugels. Dan gaan we kijken naar die penalty. Kan Verlaat het gelukkig rechtzetten. Ze zeggen altijd, Humberto. Ze zeggen altijd dat je een strafschop moet verdienen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar er zullen maar weinig scheidsrechters zijn die hier een strafschop voor geven. Ik vind het geen strafschop. Maar dan kan je van mening over verschillen. Verlaat neemt hem. Het zal toch een hele opluchting voor hem zijn. Ondanks alle routine die hij heeft. Dat hij deze bal dat hij maakt. En dat hij er 1-1 van maakt. Nou, ik neem toch aan dat ze in Amsterdam niet echt in paniek zijn. Nee, ze waren zeker niet in paniek. Dat kan ook niet als je kijkt naar deze tegenstander. De manier hoeveel sterker Ajax is. Als je kijkt naar alle verhoudingen. Dan was deze 1-1 natuurlijk zeer, zeer matig. En nogmaals teleurstellend. Maar 2 minuten later viel dan dat was de mooiste, een prachtige goal. De mooiste aanval van de wedstrijd. Dat vond ik. Mooie paas van Witsje. Daar komt hij. Een werkelijk briljante paas. Nou, Humberto is een van de weinige keren. Echt een van de weinige keren dat de bal een beetje voor wordt getrokken. En wordt ingekopt door Reuze, heel goed ingekopt. Dan is het natuurlijk cliché wat ik nu ga zeggen. Je moet de achterlijn halen en dan de voorzitter geven. Dat weet iedereen, dit gebeurt dus. Maar je moet vaststellen dat nog Humberto, nog Laudrup. Reuze gaat dicht naast Maglas staan. Maar geen van beiden is voor Witsche te bereiken. Laudrup. Bij Kentos de kans op 3-1 en daar is het eerste Europese doelpunt van Richard Knopper. 3 goals al in de competitie en nu zijn eerste Europees doelpunt uit een voorzet van Laudrup. Knopper ongedekt bij de tweede paal. Zo is het toch de tweede keer dat het... vleugelspel ligt van de 11. Van vorig seizoen met 11 goals. Een van de topscorers van de Slovaakse competitie. Humberto. Houdt hij de bal nog in ook? Hij is over de lijn geweest, dacht hij de bal, maar hij wordt niet gevlacht, niet gefloten. En dan wordt er dus gescoord door Nikos Maglas en dan gaat het snel. 4-1. Vraag is of die bal wel of niet over de achterlijn is geweest na deze actie. Ja, het heeft er toch wel de schijn van dat hij wel eventjes achter de lijn stuiterde. Maar er wordt ondanks het appel van de keeper niet op gereageerd door de scheidsrechter. Ja, ik zeg er echt, die bal is achter geweest. Maar de treffer telt. 4-1. Laudrup van de vleugel af, Nieuwenburg. Witsen. Even met te weinig pit daar. Winter steekt het zuurtje weer aan. Dat is goed gedaan. Laudrup. Dan nu dan. Ja, 5-1. Als er maar even pit in zit, betaalt het zich uit. Maglas is de man die zich mag laten bejubelen na zijn tweede Europees doelpunt van Ajax. De tweede van deze avond ook. Winter staat aan de basis. Laudrup levert de paas af waarop Maglas doeltreffend kan uithalen. 5-1. Maar met name de blessure van Dani schijnt toch erg mee te vallen. Maakt een gretige indruk gisteren op de training. Ontzag zich niet. Humberto, nou, maak hem maar. Ja, Humberto mag helemaal doorwandelen.
En dan weet Lamberto ook dat de bedoeling is dat die bal uiteindelijk tussen die palen verdwijnt. 6-1. Weer speelt Witsche in dit doelpunt een rol. Lamberto krijgt de gelegenheid uit wandelen te gaan. Alles en iedereen ligt dan verslagen op de grond van Doekla. En dan is het voor Lamberto uiteindelijk een koud kunstje. De bal tegen de touwen te lepelen.